Met John. Hallo John, praat met Alexander met Arnhem. Hallo. Hallo. Zeg, ik heb gezien een advertentie, jullie zoeken voetbaltrainer. Ja, klopt ja. Ja, nou, je hebt gevonden. Ja? Ja. Oh, kom je uit Deventer of? Nee, Arnhem. Arnhem? Ja. Oh, dat is wel een stukje rijden, of niet? Ja, daarom. Ik wou meteen maar beginnen met die reiskostenvergoeding. Ja? Ja. Die is wel aan de orde, neem ik aan. Ja, dat... Want ik wil wel op best... zich wel. Ja, precies. Ik wil best komen trainen, maar ja, ik wil wel die reiskosten vergoed hebben, hè? Ja, dat begrijp ik, maar... Oké. Okay. Maar jullie zijn futsalteam? Ja, futsalteam, dat klopt, ja. Futsalteam. Wat, ja. Wat is futsalteam? Weet je dat niet? Een futsalteam? Ik heb nooit van gehoord, futsalteam. Wat is die voornaam? Wat mijn voornaam is? Nee, futsalteam. Wat is dat voornaam? Futsalteam. Ik heb nog nooit van een futsalteam gehoord. Zaalvoetbalteam. Ja, ja. En jullie... En dat is jullie clubnaam, futsal? Nee, nee, dat is gewoon de naam, dat is gewoon... dat is gewoon de sport die wij doen. Zaalvoetbal. Dus dat, en de internationale naam daarvoor is voetbal. Ja, ja. Vandaar. Oké. Okay. Maar je hebt al vaker training gegeven? Of, ja, ik heb wel eens een keer gedaan, ja. Ja? Ja, gewoon, maar die was op het veld. Gewoon bij ons achter. Ja. Ik een beetje aanwijzen. Ga daarin, Ahmed. Hassan, die kant. Verdediging. Vliegende kip, daar. Ja, ja, echt waar. Goeie, gewoon echt goede aanwijzingen, hè? Ja. En dan echt ook met vingers bij, voeten, alles, hè? Die begrijpen me echt heel goed. Ja. Maar ja, toch met mijn, zeg maar, mijn aanwijzingen, wij zijn toch kampioen geworden, hè, bij ons in de straat. Ja, ja. Oh, dat is mooi. Ja, daarom. Dus je bent kampioen van Arnhem-Zuid geworden, of zo? Nee, niet Arnhem-Zuid. Arnhem, wat, ja, Arnhem-Noord. Arnhem-Noord, oké. Ja, Arnhem-Zuid waren verslagen, man. Ja, ja, ja. Ja. Hé, hey, maar even kijken, hè. Ik ga van jullie kampioen maken, je begrijpt zeker wel, hè? Ja, echt. Ik breng, ja. Ik breng die voetenzelfteam echt op een hoger niveau. Ja? Ja. Mag ik vragen, uit hoeveel mensen bestaat jullie team? Ja, dat verschilt, hè. Als ik... Oh, waar hangt dat vanaf? Van de weersomstandigheden? Of, ja. Ja, ik moet wel weten wat ik... Normaal is het 4 spelers en 1 keeper. Dus 5 veldspelers. En dan 2 of 3 wissels. Maar wat doen die mensen in het veld terwijl ze in de zaal moeten zijn? Ja, die lopen, ja, dat weten ze niet. Sommigen weten dat niet precies, hè? Vandaar dat ze een trainer moeten hebben. Oh, dit is duidelijk geval van oriëntatieproblematiek. Ik, ja. Kan ik goede aanwijzingen voor geven. In de zaal, ja. Niet eruit. Oké. Okay. Ja. Nee, dat is goed. Maar ja. Wat is je naam ook, vraag me? Ali. Ah. Is makkelijk, Ali. Hè? Ali. Alleen Ali? Ali, Ali. Nee, Ali Osram. Oh ja. Is bekende naam in de voetbalwereld, hoor. Ja, nee, dat geloof ik graag, ja. Vraag van Arnhem. Nou, van Arnhem, of niet? Nee, Arnhem niet zo. Bij ons in de straat. Oh ja. Ja, echt. Oh ja. Ja. Oké, okay, ja, perfect joh. Hé, hey, maar kun je even aangeven, hè, die team, hè? Even, ja. Die keeper. Wie is die keeper? Die keeper, ja. Hoe heet die keeper? Ja, op het moment hebben we geen keeper. Je hebt geen keeper? Nee. Oh, die begint al goed. Nou, laten we beginnen met voorin dan. Beginnen voorin, dan doen we de keeper als laatste. Wie is de spits? Huh? Wie is de spits? De aanvaller. Juri heet hij. Juri? Nee, wacht even, Rob heet hij. Oh. Hé, hey, mijn batterij is bijna leeg. Oh, is een probleem. Ik lul wel helemaal leeg. Momentje. Hé, hey, die Rob, wat voor persoon is die? Hey, kan je een beetje van op aan of niet? Doet hij veel drinken na die wedstrijd of niet? Bijvoorbeeld. Volgens mij ken jij hem wel, of niet? Rob? Ja. Ik ken Rob niet? Nee, echt niet. Ik ken die Rob niet. Echt niet. Echt niet. Hallo?